Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.469 wil je altijd en overal al als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Soccer News download. 14 voor 4 middag 37 SC Heerenveen verdediger Kik Pierre is nog niet bezig met een mogelijke transfer komende zomer, de 14 over 7 s'avonds 0 Vitesse doelman Remco Pasveer speelde zondag niet zijn beste duel voor de club en dat is nog zacht. 7 over 7 s'avonds 10 Ajax trainer Erik ten Hag is lyrisch over Hakim Ziyech, de technisch begaafde middenvelder. 7 uur s'avonds 20 trainer Jurgen Streppel is na afloop van de 4-1 nederlaag bij Ajax duidelijk, zijn SC Heerenveen. 18 op 51.106 Feyenoord heeft de generale repetitie voor de Toto KNVB bekerfinale in de eigen Kuip met 2-1. 10 over half 7 s'avonds 76 Bertrand Traoré scoort dit seizoen aan de lopende band voor Olympique Lyon. Ook zojuist was het 2 over half 7 s'avonds 13. Hij stond al erg lang droog, maar vandaag maakte Nicolai Jorgensen eindelijk weer eens een doelpunt. 7 voor half 7 s'avonds 0 Joël Veldman werd vandaag onverwachts gepasseerd door coach Erik ten Hag. De voorkeur gaf aan 8 over 6 s'avonds 92 SC Heerenveen verloor vandaag met 4-1 bij Ajax. Ook Denzel Dumfries kon daar weinig aan doen. Na 17 op 46.156 de generale repetitie voor de bekerfinale leverde tot dusver een doelpunt op bij rust Leidt. 17 op 34.294 Ajax won vandaag met 4-1 van SC Heerenveen. De Amsterdammers speelden echter niet frivol en mede. 17 op 26.862 Ajax nam vandaag pas in de slotfase afstand van SC Heerenveen. Dat de beslissing zo laat viel, was 6 voor half 6 s'avonds 66 Martin de Roon heeft zojuist de score geopend voor zijn werkgever Atalanta, de middenvelder 1-2 over 5 s'middags 23 Ajax won vandaag met 4-1 van SC Heerenveen. In de eerste treffer werd gemaakt door Matthijs de Ligt. 5 uur s'middags 58 Yassin Ayoub scoorde vandaag 2 doelpunten tijdens de eclatante 5-1 zege van FC Utrecht op. 7 voor 5 smiddags 41 kleiner dan DIV groter dan Sparta Rotterdam leek al afgeschreven na een moeizame reeks, maar na de tweede overwinning op 23 op 51.143 kleiner dan DIV groter dan PSV stond dit seizoen te boek als stabiel, maar op bezoek bij Willem II zakte de koploper. 23 op 43.232 kleiner dan DIV groter dan Excelsior zal door menigeen op een degradatieplek zijn gezet omwille van de financiële. Half 12 s'nachts 33 kleiner dan DIV groter dan Ben Rienstra pikt regelmatig zijn doelpuntje mee bij Willem II, maar ook de aanvoerder kon zijn. 6 voor half 12 s'nachts 82 kleiner dan DIV groter dan Marco van Ginkel is na de 5-0 nederlaag bij Willem II zeer teleurgesteld. Volgens de 10 over 11 s'avonds 61 kleiner dan DIV groter dan Danny Makkely heeft zaterdagavond toelichting gegeven na de rode kaart voor ADO Den. 3 over 11 s'avonds 298 kleiner dan DIV groter dan Reinier Robben Mond kan nu al niet meer stuk als interim trainer van Willem II. Zijn ploeg won 6 voor 11 s'avonds 66 Roda JC Kerkrade zakt steeds per in de problemen. De Limburgers kregen zaterdagavond bij een 0-2. 22 op 40.235 kleiner dan DIV groter dan FC Barcelona heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen, winnen bij Malaga. Ook zonder de 9 over half 11 s'avonds 38 kleiner dan DIV groter dan in de strijd om lijfsbehoud lijkt Roda JC Kerkrade een zeker eredivisie vervolg te kunnen. 5 over half 11 s'avonds 44 kleiner dan DIV groter dan PSV trainer Philip Cocu heeft besloten om de 5-0 nederlaag bij Willem II om te zetten in 1. Half 11 s'avonds 15:43 kleiner dan DIV groter dan PSV had zaterdagavond een gat van 13 punten kunnen slaan, maar op bezoek bij Willem II. 22 op 22.245 kleiner dan DIV groter dan PSV is dit seizoen geroemd om de stabiliteit, maar op bezoek bij Willem II ging het. 22 op 14.115 kleiner dan DIV groter dan ADO Den Haag is na de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda zeer teleurgesteld in Danny Makkely, de 6 over 10 s'avonds 322 kleiner dan DIV groter dan Willem II heeft zaterdagavond indruk gemaakt door met 5-0 te winnen van koploper PSV. Euforie 21 op 55.183.